sta hier bij de steen van Jacob Cohen. En ik houd deze steen vast, want hier staan twee handen op afgebeeld. Twee zegenende handen. Die staan zo gericht. Dat is heel bijzonder, want het is de enige steen hier op de begraafplaats die dat heeft. Jacob Cohen. Cohen is in het Hebreeuws Kohin. En Kohin betekent priester. Dus dit zijn de zegenende handen van een priester. En die priester die sprak zegeningen uit bij feestelijke gelegenheden, bij huwelijken, maar ook bij begrafenissen, bij kinderen die gedoopt werden. Nou, dat is dus duidelijk deze steen een gewijd aan Cohen. Met die naam Cohen is nog iets bijzonders aan de hand, want ik heb jaren geleden eens in Vrij Nederland een stukje gelezen over de naam Cohen. Mensen lieten die naam uit hun telefoonboek schrappen. Waarom? Omdat ze herinnerd werden aan het verleden, het duistere verleden van de Tweede Wereldoorlog. Sterker nog, ze werden geconfronteerd met, goh, ben jij teruggekomen? Hoe is het mogelijk? Nou, dat was natuurlijk zeer schrijnend. Maar nog schrijnender was dat mensen met de naam Cohen er het telefoonboek werden opgezocht en werden opgebeld met de mededeling, gefeliciteerd. U heeft een enkele reis naar Auschwitz gewonnen. Het is onbestaanbaar, maar het gebeurde. Nou, dat is het verhaal wat ik bij deze steen van Cohen, de Kohin, de priester wilde vertellen, met die zegenende handen, die zijn hierop afgebeeld.